Big news alert! Bruh. Fuck. Nee. Ik had een nieuwe lamp. De nieuwe lamp is ook kapot. We hebben groot nieuws. 306 dagen tot 5. Weet je hoe lang dat geleden is dat mijn kanaal nog zoveel heeft gegroeid? De channel is niet dood. De channel is more alive than ever. We hebben wel groot nieuws. En het gaat niet enkel om mijn abonnees. Wat ik ook super nice vind. Ik ben gevraagd om mee te doen aan Dancing with the Stars. Dit is zo'n dansprogramma in België. Zij belden naar mij. Zij zeiden, ja, we zijn aan het casten voor een nieuwe seizoen van Dancing with the Stars. En ik dacht al van, what the fuck. Toen vroegen ze van, ja, we zijn eigenlijk wel geïnteresseerd om dat met jou te doen. Toen hebben we een beetje gepraat en zo. En ik weet eigenlijk niet eens wat ik dat mag zeggen in mijn video, waarschijnlijk niet. Maar volgens mij is de enige reden dat ze willen dat ik meedoe aan Dancing with the Stars. Achter gewoon money. Ze weten dat de broers van dit channel gewoon hier zijn de beste, man. En dat weten zij ook, like everybody know. Dus aan mij gaan ze super veel geld verdienen. En iedereen gaat natuurlijk een sms'je sturen als ik moet dansen. Like, iedereen weet dat ik goed kan dansen. Ze zeiden ze, yeah, you got the moves, man. Nu, ik ga waarschijnlijk niet meedoen. 1, omdat, what the fuck. 2, omdat ik het net gezegd heb in deze video, dus het gaat waarschijnlijk sowieso niet door. 3, ik ga eigenlijk niet 5 keer per week dansen en dan 1 live show per week. En daar geld voor krijgen, want dat is sowieso niet de moeite. Like, ik kan dat niet combineren met YouTube. En uiteindelijk, ik weet niet zo goed of ik wel een Wijnse wals wil doen. Of een tango. En een cha-cha. What the fuck? Ik zie deze dans. Oh, is eigenlijk wel hard. Het zou wel funny zijn als ik zo meedoe in die live show en dan. Hey, we back on the YouTube. Mijn channel is wel aan het ontploffen op de een of andere manier. Dat zie ik ook aan de comments. Maar aan de andere kant, comments die ik krijg. Op tv leek je op die teef Anouna de Wever. Yo, haar. Anouna de Wever. Je haar lijkt echt op die van Anouna de Wever. Geen hate. Dat is gewoon wel hate. Nee. Nee. Was ik de enige die dacht dat zij de dochter was van Bart de Wever? Kijk dat tegen mijn vriendin en zei, kijk al naar mij, what the fuck? Dat is niet zo. Oh, ik dacht dat dat Anouna de Wever was die op... Ga naar de kapper, Anouna. Shit. Lijkt niet op haar als ik een pet aan heb. 4.20 Anouna de Wever be like. Echt niet. Dat is nee. Look-alikes. Anouna de Wever. Klimaatactiviste zonder diploma. Nathan van der Gunst. Ace it. Belgische YouTuber zonder diploma. Nee. Hey. Ah. Het is gewoon niet zo. Ik lijk niet op haar. Iedereen die een beetje ogen heeft, is oké, misschien haar, misschien een klein beetje, maar ik heb gezegd. Zeg alsjeblieft dat ik daar niet op lijk. De subs zijn goed, de views zijn goed, maar zeg alsjeblieft niet dat ik lijk op Anouna de Wever. En allemaal mensen taggen hun vrienden hieronder, check. Ik ben niet Anouna de Wever. Betogen voor klimaat. So, dit is al de 6e keer dat we dat gaan doen. Ik lijk niet op haar. Ik ga teleurgesteld zijn. Dit haar kan ook gewoon echt niet. Kijk, mijn tanden hebben ook gewoon nooit zo recht gestaan. Ik ben mezelf hier aan het neuken. Because as far as I know, 40 degrees check! Is hey! Normal. Experts say that we are right. Experts say, this is not me. Dit haar lijkt niet op haar. Ik heb geen Android phone. I'm not lame. Ik heb een iPhone. Big money. Waarschijnlijk weten de meeste mensen in Nederland niet eens wie Anouna de Wever is. Maar Anouna de Wever is dus de persoon die mij het idee gekomen is om heel die klimaatmars te beginnen en zo. En om op te komen voor het klimaat en al die dingen te doen. En denken jullie dat Anouna de Wever kan meedoen aan Dancing with the Stars? I don't think so. Ik denk niet dat ze de moves heeft om mee te doen met Dancing with the Stars. Die moves die ik wel heb. Check die moves. Het is gewoon niet dat, man. Mijn moves. Duidelijk beter. Ja, stop hè. Wieso? We hebben daar weer 2 geholpen. Probeer dat. Maak het. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik een betere Mike heb. En alle, waar ik haar een beetje gelijk in geef, is het feit dat zij ook zegt. Kijk, het heeft geen nut om te studeren op dit moment. Want als de wereld naar de kloot is omdat het klimaat fokt is later, dan hebben jullie niks aan je diploma. En dan ben je nu gewoon je tijd aan het verdoen op school. Zo, hey. Of je redt het klimaat, of je fokt school. Ik denk dat ik mijn keuze al heb gemaakt. Nu jullie nog. Het enige verschil is dat zij dus zegt van, hey, het heeft gewoon net om te studeren voor het klimaat en dat. Ik zeg gewoon, stop met school en word een YouTuber. Dat is een big money business. Het is kut, maar het is de prijs dat je moet betalen om een bekende YouTuber te worden. Wil jij gepest worden op school? Word YouTuber. Wil je niet gepest worden op school? Get je diploma, man. Om nu te tonen dat ik echt niet op haar lijk. Hoe zou ik er wel uitzien als ik een waifu was? De allerkutste is dat mensen allemaal deze foto doorsturen en zeggen van, hier ben je gewoon Anouna de Wever. How would you look
as a man. Ik ben toch een man? Misschien nog een andere foto. Hoezo Nathan as a man? Ik ben toch een guy? Ik denk dat wel aan de app lag. Die app dacht even wel, oeh, is a nice wifey. I'm a guy. Kijk, check dit. Oeh, that's me. Zou je daten met jouw versie van het andere geslacht? Dit is niet andere geslacht. Het is gewoon ik met baard. Dit kan niet, man. Het is niet andere geslacht. Dit is hetzelfde geslacht. Ik zie hier fucked op uit mijn baard. Het stijgt duidelijk van guy naar vrouw. Alsjeblieft, nog één keer. Verander mij gewoon in een meisje. Dit... In die middelste lijk ik wel op Marije Zuurveld. Facts! Hey, dus de sites die ik had opgezocht om te veranderen van geslacht. Die denken allemaal dat ik een vrouw ben. Check. Even serieus. Ik ben een guy. Ik heb guy dance moves. Yeah, you see that? Dit is de mannelijkste foto die ik heb. Verander mij alsjeblieft gewoon naar een vrouw. Deze sites werken niet. Waar de fuck is de vrouwelijke versie van mij? Overal. Er zijn mensen uit Kortrijk gekomen zelfs, uit Leuven. In Gent zijn ze ook. Ik vind het nog meer op deze vrouw lijkt dan op Anuna. Ik ben niet Anuna. Ik ben niet fucking Anuna. Ik analyseer even dit beeld, ja. Het is waarschijnlijk gewoon toeval, man. Jullie zien hoe ze daar zit, ze met haar hand zo. Ja? Dit is niet hetzelfde. Dit is iets volledig anders. Het komt wel door het shot van de camera. Haar haar ligt hier zo. Mijn haar ligt hier zo. Dat is... Fuck! En dan iedereen die zag dat ik haar nadoe. Zij heeft mijn kapsel gekopieerd. Stel, er zou toch ergens een gelijkenis zijn. Dan heeft zij mijn kapsel nagedaan. Dus hey, Anuna. Ik ga gewoon eerlijk zijn, maar Anuna, als je deze video kijkt, als je NVN wil vechten tegen mij, knip je fucking haar. We hebben alle twee geen diploma. We kunnen niet zo door het leven blijven gaan, snap je? Ik wil niet op straat herkend worden als Anuna en jij wil niet herkend worden als Acid. Ik denk dat we het daarover eens zijn, dus we kunnen het of beslissen in een bladsteen-schaar spelletje, of we kunnen dance battle doen tegen elkaar. Maar ik zou bladsteen-schaar kiezen, want mijn dance moves zijn wel... Alsjeblieft, Anuna. Check. Anuna the Weaver, can you please cut your hairs? Thank you. Ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat deze foto niet toepasselijk is. De gelijkenissen in deze foto zijn schaars. Ik droeg zo'n Nike trui 4 jaar geleden. Ik lijk toch niet op haar? En als we dat nog niet fucking genoeg was, die koopt nog deze Antwerpse accenten. Heirnoors, meeuwen, marginaliteit, stinkende toeristen, Acid, Blankenbergen. Check, de Anuna de Wijver meme was ook deze. Ik lijk niet op haar. Ik wou deze video maken, maar jullie duidelijk te maken dat ik niet op Anuna de Wijver lijk. Nu zit dit mijn grotere probleem, want nu twijfel ik aan mijn geslacht. En nu twijfel ik ook wie dat ik eigenlijk ben. Dus ben ik Anuna de Wijver wel. Zo heb ik altijd gelogen tegen jullie. Kijk, ik weet het niet. Maar misschien ben ik schizofreen. Snap je? Misschien zet ik deze camera uit en dan... Fuck it, man. Als jullie vinden dat ik lijk op haar, is het chill. Maar niet hopen dat ik nog één fucking video maak als jullie vinden dat ik... Is fijn. Hallo. Nee. Check het schouderklopje nog een keer. Ah! Zat er mij voor de opnames nog gezegd van je moet aan iedereen een hand geven die op die bank zit. This guy kijkt niet eens naar mij. Wat is dit voor shit? Ik wil hier wel een hand geven, denk ik. Maar ik denk van ja, fuck dat.